Ja? Acteurs klaar? Ja. Scène 13a, take 1, actie. Goede mensen, slechte mensen. Het leven is een groot toneel. Met vele rollen te vergeten. Wie speel jij en wie ben ik? Kleine mensen, grote mensen. Wat wil jij en wat wil ik? Met alle mensen en gebreken. Wie ben jij en wie? Jongens, kom! Mijn ouders zijn er niet. We kunnen lekker een feestje bouwen. Kom, laten we feesten. Pizza, wat een herrie beneden. Inderdaad. Zullen we ook herrie gaan maken? We kussen van weg houden. Ja, doen we. Oké. Ik heb geen zin meer. Het is toch wat, hè, die kinderen? Nou, een paar is overleden en maar is er ook nooit. Ja, die moet ze nou weer eruit vinden en demonstreren. Nou, jongens, kijk, dit is een kaars. Die blijft eeuwig branden. Nou, ja? Hoe lang heeft u eraan gewerkt? Wat is er nou? Ja, dat weet je heus wel. Nee, anders zou ik het niet vragen. Die dieven van jou zijn belangrijker dan ik. Kan ik niks aan doen? Ik ben heel vaak alleen. Hey Petra, of boekertje ook weer? Ik heb het bij de bibliotheek geleend, ik trom. Hallo? Hallo? Ja, ik kan pas op onderzoek uit na 24 uur. Ja, bel me tegen die tijd. Doei. Zie je dat ik wel aan je denk? Ja. En nu mag het wel wat rustiger. Oké, pak je rekenboek maar op bladzij 62. Stilte nou! Waar kom jij zo laat vandaan? Mijn zusjes zijn gestolen. Wat is dat nou voor onzin? Wat?
Scène 13a, take 1, actie. Florinda, wat gebeurt er met je? Grambo! Gisteravond, toen we aan het feest vieren waren, sliepen ze allebei boven. Hoe vaak heb ik je wel niet gezegd dat je niet mag feesten als ik niet thuis ben? Ja, hallo? Goedemorgen, spreek ik met de uitvinder? Ja, spreek met de uitvinder. U vraagt zich wellicht af waar uw dochters zijn, niet? Wie bent u? Ze zijn op een veilige plek en hoewel ze nog veilig zijn, hangt van u af. U komt vanmiddag om 4 uur naar het bankje in het park en in ruil voor die uitvinding krijgt u uw dochters weer terug. Wacht, niet ophangen. Ik doe alles om mijn dochters weer terug te krijgen. Hallo, met Jan. Met Shaima. Ik had u gisteren gebeld in verband met de ontvoering. Kent u mij nog? Ja, ik weet nog wie u bent. Kunt u al op onderzoek gaan? Ja, de 24 uur zijn nog niet voorbij. Ik vrees dat u nog een paar uur moet wachten. En dan kunt u gaan zoeken. Luister, jullie breken in het huis van de uitvinder en zoeken haar geheime blauwdruk voor alle nieuwe uitvindingen. En wat doen we met die nezige buurvrouwen die we tijdens de ontvoering ook al voor het raam zagen staan? Straks herkennen ze ons nog. Terwijl jullie aan het inbreken zijn, vermoed ik me als agent te gaan naar de buurvrouwen om ze wat een paar vragen te stellen over de ontvoering. Om ze af te rijden zodat jullie gewoon kunnen gaan. De politie kan nog steeds niet gaan zoeken. Wat moeten we nu doen? We gaan gewoon zelf op onderzoek uit. Ja, doen we! Maar waar beginnen we dan? Ik weet het. We hebben toch die telefoon gevonden? Maar waar is dat ding nu? Ja, volgens mij ligt het beneden hoor. Kom op, dan laten we eens even gaan kijken. Dezelfde naald als wij. Ja, dat klopt. Die gebruiken wij ook. Alleen wij gebruiken ook grotere. Zoals voor het verdoven van de meisjes. Dat zijn deze toch? Nee, die zijn groter. Maar ik kan toch echt deze gebruiken? Wat? Weet je het zeker? Dan heb je ze met een verkeerde naald verdoofd. Dombo, wat moet ik nou met jou? We moeten zo snel mogelijk terug naar het lab. Voordat ze ontsnappen. En dat zal dokter Arthur niet zo leuk vinden. Thank you.
Waar is jij van Marius Jaconne van Bureau Oost? Ik wil je graag een paar enkele vragen stellen over de verdwijning van de twee buurmeisjes. Mag ik binnenkomen? Oh, ik wist dat het aan de hand was. Komt u weer al verder? Zo, de 24 uur zijn voorbij. Ik ga meteen op onderzoek uit naar de twee vermiste meisjes. Nou, je kiest wel de goede moment om weg te gaan, hè? Laat me hier met Stapelberg achter. Lekker is dat hoor. Ja, ja, ik ga... Ik kreeg net de voicemail. Zal ik het nog een keer proberen? Ja, doe maar! Hallo, wie is dit? Petra, ben jij dat? Nada, oh, ben ik blij mijn stem te horen. Gaat het? Ja hoor, we hebben een of andere slaapmiddelcreme. Die is inmiddels alweer uitgewerkt. Zijn de ontvoerders ook daar? Nee, ik geloof niet. We kunnen hier alleen niet weg. Waar zijn jullie eigenlijk? Bij het station in een grote pakhuis, geloof ik. Kijk, ik ben hier met een hoop feestvierers en we komen jullie redden. Wees alsjeblieft snel en neem kleren mee. Oké, doe ik. Dag. Ons hebben yes! Toen was ik met Truus aan het wandelen. Volgens mij waren ze op het schoolplein aan het spelen of zo met de zus Nada. Ik ga wel even open doen. Okay. Toen was de boodschap aan het doen, ze was heel druk bezig. Goedemiddag mevrouw, ik ben de rechercheur van Omme. Ik wil u graag enkele vragen stellen over de verdwijning van uw buurmeisjes. Mag ik binnenkomen? Oh, wel gezellig. Uw collega is er ook al. Mijn collega? Ja, Maria Conde of zo van Bureau Oost. Dat klinkt interessant. U mag ook wel binnenkomen hoor. Bezig met boodschappen en nee, zo. Ik ben een collega van deze meneer. Oh, maar... Hallo meneer. Kennen wij elkaar niet. Ik wil geen seconde meer blijven. Vlug, dan gaan we. Zo, en waar gaan jullie dan wel niet heen? En waar gaan jullie wel niet heen? Wij wouden eventjes een beetje een dekentje halen om... Grummel, ga naar binnen en doe alle ramen en deuren dicht. Nee, alle ramen en deuren dicht. Dat is schreeuw hoor, ik ben doof zo. Even wel zeg. Oké, wat komen jullie hier doen? Wij zoeken onze moeder. Ja. Laat maar zitten. Zonnepitten, ik heb geen zonnepitten. Voel maar in mijn zakken. Ga zitten. Thank you.
mij? Nee. Weet je wat het nummer van de rode stier is? 1 en 2. Hallo, met Janssen. Zou ik alstublieft aangeven te kunnen doen van verdwijning van de kinderen? U ook al. Iedereen lijkt wel verdwenen. De kinderen, Jan. U moet toch de politie bellen? Ik ben de vrouw van agent Jan. Nou ja, alleen een naam hoor. Niet dat die er ooit is. Oh? Oh, bent u van bureau Oost? Laat u het pasje dan zien. Kijkt u dan even in uw achterzak, dat heb ik toch ook zo vaak? Vergeten. En ik mijn bril kwijt en dan... En dan staat je op je hoofd. Als je geen pasje bij je hebt, krijg je een boete. Hij ligt in mijn achterauto. Hij is toch ook zo'n uitbol, vind je niet? Jawel. Zal ik een vuurbol sturen? Nee. Ga maar een lol maken. Maar één ding. Zorg ervoor dat die eikel en de meisjes veilig zijn. Oké. Jaconde, kom hier met de kinderen. Verdwijn! Hallo? Je spreekt met bureau Oost? Jaconde is ontsnapt. Met wie spreek ik? Je spreekt met Jan Stomkop. Oh, sorry, maar je zei dat Jaconde is ontsnapt. Is dat een giftige slang? Nee. Hoor je soms niet? Jaconde is ontsnapt! Ik ga erop af met mijn collega. Thank you.
Achter je aan. Je zult gestraft worden. Ja. Kom hier met de twee kinderen. Kom hier met de twee kinderen. Geleden had beloofd. En mijn Barbie en mijn Barbie outfit. Nee, dat is papa niet. Mensen, slechte mensen. Het leven is een groot toneel met vele rollen te vergeven. Wie speel jij en wie ben ik? Kleine mensen, grote mensen. Wat doe jij en wat wil ik? Al de mensen met gebreken.